Before we begin this episode of The Adventures of Captain Cosmos, we've got a message from the fine folks at Pulaski Preservation Services, purveyors of products there when you actually need them. Seems there's been a lot of talk these days about vault life, but not all of us have the luxury to spend so much on something that, frankly, we may not actually need. Unlike those other guys, the sensible folks at Pulaski Preservation Services have created an affordable line of personal protection products to make sure no one gets left behind. Personal protection, there when you actually need it. Remember, that's Pulaski Preservation Shelters, simply there when you actually need them. Exec change only. And now on to our show, The Adventures of Captain Cosmos, co-starring Jangles, the Moon Monkey. Ga even Oprah Winfrey hier zo. Whoa. You get a red counter and you get a red counter. Come on. Ik speel Silver Shroud Costume. En wat is dit? Dit is een artifact equipment. Equip creature can't be blocked. Die pakte je dus net. Die pakte ik net. Nee! Ik speel Open the Vault. Return all artifacts and enchantments cards from the graveyard to the battlefield. Ik wil naar huis! Dit zou een antwoord kunnen zijn. Oh, dat is echt hilarisch. Ja toch? Volgens mij wel. Oh, dit is misschien je window. Overencumbered. Enchant opponent. When overencumbered enters the battlefield, enchanted opponent creates... Nou, je krijgt een aantal tokens erbij. Ja, je krijgt een clue, food en een junk. Dit is thematisch geniaal. Heel leuk gedaan. Je bent overencumbered, want die kaart zegt verder. At the beginning of combat on an enchanted opponent's turn, die voor jou dus, that player may pay one for each artifact they control. If they don't, creatures can't attack this combat. Oh, fuck. For each, dan kan ik dus niet aanvallen. Oh. Nee, ik weet niet hoeveel artifact je hebt. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van Battlebonje Commander. Vandaag is een hele speciale aflevering. Ik ben namelijk op een andere locatie. Waar ben ik? Waar zou die zijn? Waar zou die zijn? Misschien zegt de achtergrond of de backdrop van de studio het wel iets. Ik ben namelijk bij Bethesda over de vloer. En we hebben vandaag echt een hele speciale aflevering. We gaan namelijk met de vier Fallout Pre-Constructed decks gaan we een potje spelen. En dat doe ik ook met hartstikke leuke gasten die zich zo even gaan voorstellen. En dus allereerst, met wie zit ik hier aan tafel? Hi, ik ben Camille. Je kunt mij ook vinden onder de naam Gambolic. Ik ben Twitch streamer en winnaar van de BNS. 2023, Bethesda Next Streamer. Superleuk. Ik speelde vandaag met Dogmeat. Dogmeat, superleuke hondje uit Fallout. Ik doe veel met auras en equipments. En ik ben klaar om iedereen met de grond gelijk te maken. Oeh, zo. Hij legt een bar van gelijk even hier. Hij gaat ervoor, hoor. Let's go. Hij gaat ervoor. Dreigend, oké. Okay. Nee, oké, ben blij dat ik naast je zit. Dan weet ik dat het goed komt. Nou, ik ben Jordi, community manager bij Bethesda Nederland. En ja, vandaag ga ik met Caesar proberen jou te overleven, schijnbaar. Ja, Caesar doet een hoop met, als hij aanvalt, dat je dan soldiers mag sacrificen. Mag je kiezen tussen verschillende rewards. En ja, ik denk dat een leuke... Je gaat een leger proberen te bouwen en iedereen... No pressure. All right. Nice. Cool. Ja, ik werk ook bij Bethesda. Ik ben community manager. Ik heb niet zo heel veel ervaring met Magic. Maar ik vond de artwork eigenlijk zo vet. En ik heb vroeger wel eens wat Magic gespeeld in een ver verleden. Dat ik eigenlijk zo enthousiast was om dit eigenlijk te gaan doen en om weer mee te doen. We hebben wat geoefend en ik ben nu eigenlijk weer helemaal hooked aan Magic. Ik heb zelf gezegd dat ik wel een keer mee wil naar de events. We got him. En dat soort dingen. Dus ik ben... One more for the team. Ik ben helemaal om. Wellicht ga ik hier wel winnen. Dat weet je natuurlijk niet. Maar ik speel met Dr. Madison Lee. Hele vette mechanic. Werkt met energies. Dus je kan tappen om energy bijvoorbeeld uit te geven of te krijgen. En daarmee zit het deck eigenlijk een beetje aan elkaar. Ik ga nog niet te veel spoilen, maar dat gaan jullie wel zien, denk ik. Spannend. Ja, en ik zou niet mezelf zijn als ik niet met een evil deck zou spelen. Ik speel de Wise Mothman. Dus doet een hoop met red counters. Dus een nieuwe mechanic in deze Fallout set.
Redcount is namelijk, als je er eentje hebt, moet je in je pre-combat man phase kaarten millen aan het aantal redcounters die je hebt. En als je voor elke non-land kaart die je mailt, verlies je een leven. Maar gaat er ook een redcounter weg. Dus het idee is dat ik jullie allemaal redcounters ga geven. Nee, als er ook non-land kaarten gemailed worden, dan mag ik ook counters verdelen op mijn creatures. Dus dan wordt Mothman sterker of mijn andere creatures. En als ik mezelf mail, dan heb ik een hoop kaarten ook om dingen uit mijn graveyard terug te halen. Dus ik haal de voordeel uit, jullie niet. En ik ga gewoon proberen met de Wise Mothman jullie angst in te boezemen eigenlijk. Ja, het had gekund dat ik ook, want ik heb ook een Mothman deck. Ik had bijna ook met een Mothman deck gespeeld. Maar hij mocht niet van mij. Dan hadden wij geen kaarten gehad gewoon. Het kan wel toch, maar dan is het een beetje chaos. Het kan wel, maar dan zouden we allebei red counters aan iedereen geven. Ja. En jullie kunnen het allebei profijten. Weet je hoeveel kaarten er dan hier gewoon verdwijnen waar je niks mee doet? Ja, als we allebei dus met de Wise Mothman zouden spelen, dan krijgt iedereen red counters en halen wij het meeste voordeel uit. Ja, dus dat is dubbel zo zuur voor tegenstanders. Ja, dat is een beetje oneerlijk. Ja. Maar niet. Ik ben blij dat het zo is. Ja, heel fijn. Ja. Laten we eens even checken wie gaat beginnen. Dus dan gaan we verdobbelen. En ja, aan jou de eer om af te trappen. Alright. Oké, 11. Nou, begin maar gewoon gelijk. We zijn de aftrappen, niet gelijk. Ook wel net, nog steeds netjes. Oké. Maakt toch niet uit. Maar daddy needs a new pair of shoes. Kom maar. Oké, no shoes for daddy. Ik mag kiezen, ik wil beginnen graag. Ja, is goed, let's do it. We hebben allemaal onze starting hand gekozen. Ja, zeker. Gekozen. We hebben uitgezocht van tevoren. Ja, precies. Deze show is niet scripted. We zijn allemaal tevreden met deze 7. Dus good luck, have fun, zou ik zeggen. Good luck. Let's do success. It. Alright. Ik begin, upkeep er niet. Ik pak een kaart. Dan leg ik een forest neer. En dan tap ik hem meteen om een enchantment te spelen op mijn eigen land. Het is Abundant Growth, Enchant Land. When Abundant Growth enters the battlefield, draw a card. En Enchanted Land has add 1 mana, tap and add 1 mana of any color. En dan is het einde van mijn beurt. Ik pak een kaart. Ik speel een Terramorphic Expanse. Dat is een landje die ik kan tappen en sacrificen om een basic land uit mijn deck te zoeken en die in het veld te pleuren. Wel getapt, maar dat is op zich wel handig. Dus ik ga op zoek naar een island. Maar weet je wat, terwijl ik dat doe, heb ik gewoon alvast de beurt door. Kan jij lekker je ding doen. Kijk. Daar houden we van. Lekker de snelheid erin houden. Jazeker. Nou, dan speel ik gewoon, ik ga het saai doen. Ik speel een basic land, een plane. En that's it, Jordi. Geef de beurt aan jou. Dan gaan we nog een kaartje pakken. Temple of Silence, die komt tapped battlefield in. Maar ik mag ook scryen, 1 keer. Dus ga ik even kijken of daar iets anders mooi ligt. En anders dan... Nee, ik ga deze onderop doen. Deze mag verdwijnen. Deze keuze. En dan geef ik hem door aan jou, Quinn. Top. Ik untap. Dan, wacht, ik leg hem even zo neer. Dan pak ik een kaartje. Dan leg ik nu een landje neer, een mountain dit keer. Hele toffe art deze. Ik vind het super tof dat ze dus die full art lands hier hebben gedaan. Dan tap ik allebei voor wat ze nu zijn. Dus ik niet speciaal, groen en rood. Maakt niet uit. En ik speel Iron the Reckless. Eye in the Reckless is een legendary human warrior. En whenever Eye in the Reckless attacks, if it's modified, you may have it deal damage equal to its power to you and any target. Een modification betekent dat als ik een equipment aan hem vastmaak of een aura op hem cast. Ja. Of als hij een counter heeft. Als hij op een of andere manier gewijzigd is dan wat hij normaliter is, zeg maar. Ja, dat is het einde van mijn beurt. Alright, cool. Untap, upkeep, draw. Ik speel een Nesting Grounds, een landje die tapt voor kleurloos. Maar voor 1 en tappen, move a counter from target permanent you control onto another target permanent. Activate only as a sorcery. Dus ik kan, als we een creature per se en counters hebben, kan ik ze een beetje bewegen. En dan wil ik graag voor 2 mana een Vexing Red Gull spelen. Dus ik ga gelijk alweer vervelend zijn. Het is een 1-2 creature met flying. Whenever Vexing Red Gull deals combat damage to a player, that player gets 2 red counters. Oh nee, daar gaan we. Nu al, die red counters. Oh, dit is einde. Oké, nee. Ja, thanks. Ja. Dat was leuk. Dankjewel voor het kijken. Ja, die zegt, als die speler geen red counters heeft, dan krijg je 2 red counters. Otherwise, proliferate. Proliferate betekent dat ik any number of permanents of players mag kiezen. En dan geef ik die, als ze een counter hebben, mag ik ze nog een counter geven. Van die soort. Stel, we zijn wat verder in het spel. Jullie hebben allemaal red counters en deze doet damage. Dan kan ik ook zeggen, jullie krijgen allemaal 1 red counter erbij. Maar mag het ook gemixt toch ook? Als we ook klaar...
Dus ja. 1% counters en red counters kan je alles één meer bij geven. Klopt. Maar als jullie per se 1% counters hebben, ga ik jullie niks geven. Ah, jammer. Ik ze wel. Ah, jammer. Dat hoop ik. Ja, dat is wel jammer. Ja. Ik ben hier niet gekomen om vrienden te maken. Nee, duidelijk. Dat is mijn beurt. Okay. Dus de toon is gezet. Yeah. Yeah. I mean, ik speel de wise man. Dat is waar. Evil. Ik passeer de beurt. In character. Okay, cool. Untap, upkeep, draw. Ik speel Skycloud Expanse. Het is een landje die je kan tappen voor een basic en een water. Maar verder ga ik nog niks doen. Dit was mijn beurt, Jordi. Ik geef de beurt aan jou. Dan gaan we untap, upkeep, draw. Path of Ancestry. Enter the battlefield tapped and mana in any color of your commander's identity. Als jij iets speelt wat een creature type shared met jouw commander, mag je één scryen. Dus als je een human soldier. Of een soldier, hoeft niet, hoeft niet allebei te zijn. Human of een soldier, dan mag je dus scryen. Wat echt super handig. Yep. Nice, en dan geef ik hem een Tony. Alright. Dan untap ik. Dan pak ik een kaartje. Oh jongens. Oh ja, hier komt hij hoor. Nee, ik speel Sunscorched Divide, landje, eentje voor betalen en dan kan ik een tappen voor 2 mana. Ik tap mijn forest voor een white, want ik mag 1 mana van any color voor mijn enchantment. En mijn mountain voor rood, maakt niet uit. En dan enchant ik Eye in the Reckless. Idolized, the enchantment doet enchant creature, and enchant creature has whenever this creature attacks alone, it gets +x/+x. Until end of turn, where x is the number of non-land permanents you control. Oké. Okay. Dat zijn in mijn geval nu 3 non-land permanents. Oh lord. Oké, okay, dus als hij nu aanvalt, krijgt hij +3/+3. Maar... Dus dan is het een 5-4 en dan mag je dus 5 damage gaan schieten. Maar ik mag nu meteen al... Ja, dus als je mee aanvalt, dan... Dan krijg ik dus, dan kan ik dus 5 damage. Ja, je mag het doen. Mag ik doen. Het hoeft niet. Choose violence, always choose violence. Ik ben wel bang, Jordi, voor jouw legers die zo meteen gaan komen. Dus wat ik ga doen, is ik ga jou aanvallen. Kom maar op. Ik kies er wel voor om dan mijn ability te gebruiken. Ja. En dan target ik deze... Ik ben zo bang voor. Ja, ja, ja. Ja, ja. Okay. Kijk, jouw vogel, wat heet die? Ja, Vexing Red Bell. Vexing Red Bell. En dat betekent dat die 5 damage krijgt. Ja. Ik krijg zelf ook 5 damage. En Jordi, die krijgt 5 damage. Dat is het einde van mijn beurt. Nou, leuk. Gezellig, hè? Ik pak een kaart. Ik speel een forest. Dat ga ik wat rustiger aandoen, denk ik. Ik ga cultivaten. Dus ik zoek 2 basic landjes. Ik laat die zien. Eentje komt getapt in de battlefield en de andere gaat naar mijn hand. Ik ga op zoek naar een swamp en een swamp. Swamp en een swamp. Zo, swamp. Dan geef ik alvast de beurt door terwijl ik aan het zoeken ben. Ja, oké. Okay, een tap upkeep. Troll. Even kijken. Nou, ik heb wel een grappig beurtje. Wat ik ga doen is, ik speel een basic land. Ik tap ze eigenlijk allemaal, zodat ik 3 lands heb. En ik krijg er ook een island en een plains voor terug. En dan speel ik, onder de Fallout spelers wel bekend, Fallout 4 spelers, Nick Valentine, Private Eye, Legendary Artifact Creature. Dat is een Synth Detective. En wat hij doet, of nou, wat je eigenlijk niet bij hem kan doen, je kan hem niet blokken. Dus je kan hem niet blokken. Oh. Sorry, Eén uitzondering, de Artifact Creatures. Dus als je een Artifact Creature hebt, ik weet niet of dat een Artifact Creature is, dan kan je hem dus niet blokken. En wanneer hij doodgaat, Nick Valentine, dan mag je investigaten. En met investigaten krijg je een clue token. Als je die sacrifice, die artifact, dan mag je een kaart drawen. That's it. Voorlopig kan ik nog niks doen, want hij heeft Summon and Sickness. Dus ik geef de beurt door aan Jordi. Waar ik mee begin is Shadowblood Ridge. Een beetje zoals jullie hadden, 1 mana te hebben voor wit, voor grijs en rood. Zwart of grijs? Zwart. Oké. Okay. En daar heb ik 3 mana voor. Dus er gaat deze, deze en deze. En wat ik dan speel is de Yes Man Personal Securiton. Die doet een paar dingen. Ik kan hem tappen zodat hij dus bij een van jullie terechtkomt. Dan bouwt er een quest counter op en krijg ik 2 kaarten. Als die eruit gaat, dan gaan we kijken hoeveel quest counters erop staan. En voor iedere krijg ik een White Soldier. Dus dan geef ik hem door aan jou. Alright. Oké, okay, ik untap, upkeep en pak mijn eerste kaart. Dat is nice. Command Tower speel ik. Dat is een 1 mana in any color of my commander's color identity.
En over Commander Color Identity gesproken. Ik ga... Is het tijd? Het is tijd. Voor Dogmeat. Voor Dogmeat. Het is tijd voor Dogmeat. Ik tap taal 1 voor mijn Sunscorch Divide. En deze erbij. 3 mana om een Dogmeat Ever Loyal te casten. When Dogmeat enters the battlefield, mill 5 cards. Then return an aura or an equipment card from your graveyard to your hand. Dat is een van zijn abilities. De andere is, whenever a creature you control that's enchanted or equipped attacks, create a junk token. A junk token, dat is een artifact met een tap ability. Sacrifice artifact, exile the top card of your library. If you may play this card this turn, activate this only as a sorcery. Dus dat kan alleen in mijn main phases. Ja. Ja. Dus ik moet nu 5 kaarten millen. En daar gaan we. 1. Oeh. Moet ik ook zeggen wat ik mail? Ik zie dat je een Blasphemous Axe gemaild hebt. Dat is een board wipe. Ja, ja. Dus dat is fijn. Burst that bullet. Oh, fijn, want dat is een sorcery. En een Chaos Warp. En een Chaos Warp. Dus dat zijn allebei die ik niet kan terugpakken. Klopt, maar je hebt nog 2 te gaan. Dus wellicht. Wellicht, ik heb hier nog een landje. Spannend. Ja, artifact. Toch nog. Oké, ik kan 1. De Blockforge Battle Axe kan ik er weer terugpakken in mijn hand. En wat doet hij? Kan ik even laten zien. Ja. Equipped creature gets +2/+0. And whenever equipped creature deals combat damage to a player, create a token that's a copy of Blockforge Battle Axe. Dus betekent dat ik deze artifact kan vermenigvuldigen dupliceren. Wow, oké. Dat loopt wel uit de hand als je hier op equipped. Dan heb ik nog 1 mana over en die ga ik wel inzetten. Oh. En dan speel ik een Pip-Boy 3000. Dat is een artifact equipment. En whenever equipped creature attacked, choose one. Dan kan ik 3 dingen kiezen. Ik kan sort inventory doen. Dus dan draw ik een card, dan discard ik een card. Ik kan pick a perk doen. Ook heel leuk thematisch in deze set. Put a 1/1 counter on that creature. Of ik kan check map doen. En dan untap up to 2 target lands, equip 2. Dan ga ik naar mijn battle phase. En wat ik doe, ik ga gewoon alleen Adrian aanvallen. Je hebt 5 non-land permanents, dan krijg je +5/+5, dus dat is 7 damage. 7 damage gaat hij naar jou. En ik krijg nu, whenever a creature you control is enchanted or equipped, create a junk token. Ja. Dus ik ga een junk token dat maken. Dat is eigenlijk nog voordat ik damage ga pakken, want dat is allemaal een attack trigger. Meteen. Oh lordy, dit... Ik voel een beetje dreiging hier links voor mij. Ik weet niet wat het precies is, maar... Ja. Dus dat was je beurt? Dat was mijn beurt. Oké, cool. Dan untap, upkeep, draw. Ik speel een Swamp. Ik doe het volgende. Ik betaal 2 mana voor een Talisman of Dominance. Dat is een artifact die tapt voor mana. Of kleurloos of blauw-zwart, maar dan doet hij wel 1 damage aan mij. En dan speel ik voor 4 mana een Nightkin Ambusher. Dat is een 4-4 met Ward 2. En wat Ward inhoudt is als je deze creature wil targeten met iets, spell of ability, dan moet je 2 extra betalen. Dat is gewoon belasting, gewoon aftikken. Die zegt ook, whenever Nightkin Ambusher enters the battlefield, target player gets 4 red counters. Oh, verder zegt hij, ja, verder zegt hij, Nightkin Ambusher can't be blocked as long as defending player has a red counter. Dus ik denk dat jij nu wel 4 red counters krijgt. Het is totaal geen spite play. Ik voel hem al. Ik wil gewoon de meeste value eruit halen dat je gewoon life los pakt. Nee, I got it. It's dus, kijk, 4. Vier radiations. En dan is dat mijn beurt, dan geef ik hem door. Oké, top. Untap. Geen upkeep. Troll. Ik speel Evolving Wilds. Dat betekent als ik hem tap, ik tap hem ook gelijk en dan mag ik hem sacrificen. En dan mag ik mijn deck doorzoeken voor... Een basic land. En dat ga ik doen voor een mountain. Die speel ik ook gelijk. Komt die getapt in het spel. Die komt getapt in het spel. En dan tap ik deze allemaal. En dan komt er een leuke kaart in het spel. Dat is Rex, de Cyberhound. Het is een legendary artifact creature. Het is een robot dog. Dus ik denk dat hij wel vriendjes zou kunnen zijn met jouw deck. Ja, dus hij wil mij niet aanvallen, denk dus, ik. Dus nee, elkaar niet aanvallen, dat is een beetje een ding. Wij bellen. En wat hij doet, whenever Rex Cyberhound deals combat damage to a player, they mill 2 cards and you get 2 energy. Dat is die energy die ik kan omzetten in abilities. Ik kan er ook 2 betalen en dan als er een creature dus in mijn graveyard ligt, dan kan ik een brain counter erop doen en dan kan ik dus die ability kan ik activaten als een sorcery tijdens mijn beurt. Zo begrijp ik hem. Ja, dus hoeft niet per se tijdens jouw beurt te zijn. Althans, die ability om 2 energy... Ja, dus 2 energy betalen om een creature uit je graveyard
te exilen met een brain counter. Die ability kan je enkel als een sorcery doen. Dus als jij inderdaad creature in je graveyard hebt en je exilt ze, ze hebben activated abilities, dan heeft Rex ook die abilities. Ja, dan ga ik, dan moet ik nog even schudden. Dan was dit het einde van mijn beurt. En dan geef ik de beurt aan Jordi. Yes, en tap. En draw. We hebben Diamond City. Gewoon normaal een mana, maar er komt ook een shield counter op Diamond City. Dus dat is wel interessant. En als ik die tap, kan die naar een target creature. Maar dat kan alleen als er twee of meer creatures op dat moment de battlefield inkomen. Voor de mensen die shield counters niet kennen, het is als een permanent met een shield counter destroyed zou worden, dan gebeurt dat niet en dan gaat er een shield counter af. Dus een soort extra protection is dat. En dan zou ik heel graag mijn Emperor Caesar met veld in krijgen. En dat gaan we doen met deze. Deze maakt er drie van. En deze. Dus die gaat daar naartoe. Dan heb ik mijn Path of Ancestry. Die heb ik gebruikt om Caesar het veld op te krijgen. En dan mag ik scryen. En hoop ik weer dat daar ja, of iets heel goeds in zit. Of iets wat ik zo gelijk verdwijnt. En dat verdwijnt gewoon. En dan alright. Nou, ik untap. En dit is pas laat, toch? In je pre-combat manifest. Ja, dus je pakt eerst de kaart. Even kijken. Ik is untap alles. Even kijken. Draw. Ja, en nu ben je pre-combat manifest. Dan heb ik dus hier. Ja, je mailt 4. Ik moet. Yo. Ik mail 4 kaarten. Vier sorry? Kaarten. Hallo. For each non-land card mailed this way, you lose one life and a round counter. Oké, shit. Hier komt ie. Land. Dat valt mee. Non-land. Oeh, dat is. Oeh, ik ben zo blij dat hij weg is. Oh. Het zijn hele Pure Steel Paladin gaat weg. Jammer genoeg. Ja. Whenever a quick creature enters the battlefield on your control, you may draw a card. Oké, okay, dat is 1. Nog 1. Pre-war former wear, ook een equipment. Oh, jammer. Ja, dus we hebben nu 2 non-lands, ja. En dan de 2 laatste. Non-lands en laatst ook een non-lands. Oh, oké. Okay. Ja, ik zou willen zeggen dat ik het jammer vind voor je. Maar dat vind maar. Ik niet. dus je verliest 3 red counters en je verliest ook 3 levens. Hey, laat me je helpen. Ja, doe maar. Dank je. Dank je. Heel erg fijn van je hulp. Oké, okay, nou. Bleef opgevoed. Even on that note. Dan gaan we het als volgt doen. Ik betaal... Ik destroy Adriaan. Ja. Ik vind hem zo cool. Yeah. Yeah. Tap target player. Hier komt hij. Ik speel Champion's Helm. Dat is een artifact. Equip creature gets +2/+2. And as long as equip creature is a legendary, it has hexproof. Yeah. Dus wat ik doe, ik betaal 1. En ik equip hem aan mijn Iron the Reckless. Nee, oké. Okay. Wat ik ga doen, kijk, jullie zitten al een beetje damage. Ik denk van jullie te vriend houden. Ik ga Julian aanvallen. Want die mag wel even wat klappen krijgen, als hij dat wil tenminste. Als die dat wil. Ik wil heel graag wat klappen. Ik heb nog 40 leven. Nou, in dat case, dan val ik aan met Iron the Reckless. Dan doe ik eerst een junk token erbij. Dat doe ik even zo. Dan komt een junk token bij. Dan komt er 12 damage jouw kant op. Oké, okay, ik kies ervoor om te blokken met Rex, de Cyberhound. Blok ik. Dus... Sorry hondje. Dat is wel een gevolg voor mij ook, want daarom sacrifice ik Rex, omdat ik dus wel een clue, als het goed is, krijg. Dat is het einde van mijn beurt. Dat betekent dat het begin is van mijn beurt. Alright, ik weet wat ik ga doen. Ik ga gewoon mijn command spelen. The Woo! Wise Mothman. Woohoo! Ja, oh, ben je excited? Ja. Ik ook hoor, ja zeker. Goed. Dus, 4 mana, The Wise Mothman, 3-3 flying. When he enters the battlefield or attacks, each player gets a red counter. Ik ga even Oprah Winfrey hier zo. Whoa. You get a red counter, and you get a red counter. Maar nu is het ook wel mooi. Whenever one or more non-land cards are milled, put a +1/+1 counter on each of up to X target creatures, where X is the number of non-land cards milled this way. Dus als er meerdere non-land kaarten gemilled worden, kan ik meerdere creatures +1/+1 counters geven. Kan natuurlijk met Nightkin Ambusher. Weet je wat? Gewoon doen, hè? Kies violence. I know. Dat zei je net. Je eigen advies. Dat is wel waar. Ik val je aan voor 4. Kom maar. Ja. En hij is unblockable, want je hebt red counters. Dus dan kan ik niks doen. Dan krijg ik gewoon 4 damage. Correct. 1, 2, 3, 4. Nice. Als dit mijn laatste beurt was, het was leuk. Ja. Ik heb passeerde beurt. En tap. Gezellig hier, hè? Ik vrees echt voor de clap act. Draw. Ja. En dan gaan we direct ook je radiation even fixen. Oh, hij is helemaal... Is dit de kaart?
Hij is vastgelopen. Jullie hebben het. Gaat het? Heb je het af en toe, dan heb je een, heel rondje lang om je strategie te bepalen. En dan trek je de kaart en denk je... Damn. Heel mijn beurt gaat nu helemaal anders. Nou, ik wil niet vervelend zijn, maar voordat je überhaupt besluit om iets te doen... Moet je de red token noemen. Oh, ja, ik moet millen. Ja, wij hebben die millen. Ja. Dus je moet millen. Eentje millen. En dit is een artifact. Een non-land. Dus dan krijg ik een red counter. Oh, die gaat weg. Die gaat eraf. Je verliest de leven. En deze wordt ge-exiled. Die gaat naar je graveyard, ja. De red radiation counter gaat weg. Je verliest één leven, heb ik al bij je gedaan. En ik mag één counter ergens op doen. Okay. Ik speel eerst een land en die sacrifice ik. Oh ja, dus mag ik er eentje kiezen. Ik schud hem zo meteen, maar ik zoek een... Basic land. Een water. Water. Zeg in Pokémon aan het spelen. En ik speel een saga. For each player, exile up to one other target enchantment or creature that player controls until fall 13 leaves the battlefield. Ja, dus bij jou wordt deze geëxiled. Bij jou wordt de keizer geëxiled. En bij jou wordt de... Ja, precies. Nee, dan is het logisch. Dan is het de Mothman. Bij jezelf, je kan niet je eigen enchantment weghalen, maar haal je Nick Valentine weg bijvoorbeeld? Ja, up to, hè. Dus dat is inderdaad optioneel. Het is een saga, die gaat in delen af. Die is nu op chapter 1. Dus in jouw volgende beurt, wanneer je een kaart gepakt hebt, dan kom je in chapter 2. Dat is you gain 2 life and you scry 2. En dan de derde is return 2 cards exiled with vault 13 to the battlefield under their owner's control. And put the rest on the bottom of their owner's library. Dus 2 kaarten komen terug die hiermee geëxiled zijn. En andere 2 gaan onderop de library. Oh, Julian. Dus ik vraag me af, hè. Julian. Als ik zeg, mijn Wise Mothman, die stuur ik niet naar mijn command zone, maar die doe ik hieronder. Yeah. Krijg ik hem dan over 2 beurten terug? Oh, dit is een sneaky deal. Het moet wel trouwens, want je exiled maar 3 dingen, dus 2 komen sowieso terug. Tenzij ik deze dus van mezelf ook exile. Klopt. Dan kan ik mijn eigen trust terughalen en die van jou bijvoorbeeld, de Wise Mothman. Ja, of die van ons. Ja, bijvoorbeeld. Want wij zijn vrienden. Ik moet er sowieso eentje kiezen. Deze is toch heel leuk? Ja, dat is. Maar ik ga deze gaat er ook onder. Want de commanders die kunnen ook terug naar de command zone. Wij mogen kiezen. Dus als in dit geval is er een effect dat onze commander exiled. Yeah. Wij kiezen. Laten we hem onder dit effect naar exile gaan. Of zeggen we sturen hem naar de command zone. Hoe het werkt met specifiek deze kaart is, als die op chapter 3 komt, komen er 2 dingen terug. En andere 2 gaan onderop library. En hoe het met commanders werkt is als ze van de zone veranderen. Je library is een zone, je graveyard is een zone, je exile is een zone. Wanneer je commander van zone verandert, mag je kiezen of die terug gaat naar de command zone of niet. Dus stel voor, wij zeggen, weet je wat, we leggen allebei onze commanders onder het exile effect van die enchantment. Maar Julian kiest er niet voor om ze... Daar ben ik een beetje bang voor. Ja, ik maar dan zou hij dus onder op je library moeten gaan. Maar dan zeg je, oké, dan stuur ik hem alsnog naar de command zone. Ja, oké, maar dat is 2 minuten langer. Dus dan denk ik dat ik mezelf gewoon weer heel mooi terugplaats waar je vandaan komt. Want ik zag jullie al een beetje een deeltje sluiten. Zo van... Nou ja, we zijn er nog niet uit eigenlijk. Want het ding is, als wij allebei onze commander naar de command zone laten gaan, dan komen deze 2 sowieso terug. Ik vind het een goed idee. Ik ook. Dit is geen goed... Weet je wat? Nee. Leef met je eigen keuzes. Deze gaat naar mijn command zo. Je kan hem gewoon zeg maar, hier terugleggen waar hij eerder lag. En doen we er gewoon een dobbelsteen op. Ben je het zeker, Jordi? Want dat betekent dat die terugkomt. Dat is de strekking van het verhaal. Ja, maar kan je onze garantie... Oké, maar dan gaan we weer terug. Ja, oké, wacht. Ja, ik ga zeggen de onderhandeling. Als wij allebei onze commanders... Kijk, jij gaat sowieso je eigen creature ook terug laten komen. Ja. Dus wie van ons is dan de gelukkige? Ja. Dat is eigenlijk wel de vraag, want... Ik snap dat hij je collega is, maar... Ik moet wel heel eerlijk zeggen dat die red counters, die zijn best wel irritant. Maar Jordi kan heel erg rampen met Keizer. Wat is zijn ability? Als dit je keuze ook beïnvloedt, wanneer Wise Mothman dus ook weer terug in het veld zou komen, dan enter die weer de battlefield, krijgen jullie weer allemaal een red counter. Ja. Dat lijkt mij wel duidelijk. Jordi is minder een immediate threat. Dus ik hang onder het kaartje van jou, dan leg ik hem even hier dan. Maar dit is, jullie hebben officieel de deal, is het officieel? Ja, in principe wel. Maar goed, je hebt me ook uitgelegd dat in principe dit soort afspraken natuurlijk nooit... Een deal is een deal, hè? Ja, nee, dat klopt wel. Nee, totdat er een beter deal komt. Het is wel, je moet wel een beetje honorabel zijn in je deals. Als je een deal maakt, dan moet je er ook aan houden. Ja, En anders wordt het hele awkward werkdagen. Het is echt... Heel lang naar huis. Gelukkig werken we voor een deel thuis, dus... Gewoon de komende 3 weken dan gewoon. Yeah. Maar conclusie, wel of niet onder die enchantment? Krijgt hij zijn commando terug?
Ga je die afspraak met hem aan? Jordi krijgt zijn commander terug. Ja. Oké, okay, nou dan leg hem even hieronder. Dan weten we zeker in ieder geval dat dit goed bijgehouden wordt. Ja, die gaat in de vault. Die gaat in de vault. The Dweller's Journey. Was dat het einde van jouw beurt? Ja, sorry. Dit was het einde van mijn beurt. Dus Jordi, jij bent. Dan gaan we intappen. Draw. En dan zie ik daar nog een eentje staan op mijn red. Yep, dus Mille met die handel. Dat komt een hele mooie artifact. Oké, dan gaat jouw red counter wel weg. Ik zal hem even wegnemen voor je en een leven. Yep. Ja, het doet een beetje pijn, maar ja, ik kan ermee leven. Ik ga dan Eridash the Founder spelen. En wat Eridash the Founder doet, vond ik een heel leuk plan om hem commander te combineren. Nu is dat even iets anders, maar dat komt goed. Die kan namelijk enlisten. En dan mag ik een creature tappen die niet attackt. En daar hebben we best wel wat leuks mee, want die power die komt dan bij Eridash erbij. De tweede ability is dus, whenever a creature you control attacks, if it enlisted a creature this combat, dus als je gebruik maakt van die ability, the creature that attacked gains double strike until end of turn. If that creature's power is 4 or greater, draw a card. Gaat hem activeren? Ja, ik ga hem activeren. Oké. Okay. Wie krijgt? Dan krijgt Julien hem. Thanks. Dus degene die je attendeerde op dat je die ability überhaupt kan gebruiken, ik, die krijgt het niet. Nou ja, om dat nou te denken dat ik de beurt met liefde aan jou doorgeef. Ah, bedankt. Met extra liefde. Fijn, heel fijn. Goed, ik untap even. Oh lord, wat de fuck ga ik doen? Draw. Dan heb ik twee red counters. Dus we gaan naar de eerste is een landje. Mm-hmm. Tweede is nog een landje. Ah, oké. Okay. Nou, je verliest geen leven, maar je maar verliest ook geen red counter. Landjes nodig. Dus dat is wel een beetje vervelend. Ik betaal 3 met Command Tower, groen. En dan speel ik Strongback, Aura op mijn Eye in the Reckless. Enchant creature. Equip abilities. You activate a target enchanted creature, cost 3 less to activate. Aura spells that you cast target enchanted creature, cost 3 less to cast. Enchanted creature gets +2/+2 for each aura or equipment attached to it. Okay. Dus deze Strongback, Eye in the Reckless, wordt nog recklesser dan die al was. Nog recklesser. Yeah. Dan attach ik gratis mijn Pip-Boy eraan. Ik ga aanvallen. Julien, je bent wel echt net genaaid met mijn Idolized. Die komt misschien weer terug. Nee, zeker misschien. Weet jij veel? Note to self, nooit meer deals maken met je. Ik zei misschien hè, misschien. Ik heb niks aan deze. Ik ga jou aanvallen, Julien. Nee, logisch. Maar je gebruikt niet die ability. Ik ga niet mijn ability gebruiken. So you're safe for now. Maar dan heb je dus een trigger van die Pip-Boy, toch? Want dan mag je één van die 3 dingen kiezen. En je krijgt nog een junk. Ja, dus er gebeuren nu allemaal dingen. Ik doe sowieso trigger deze eerst. Ik untap 2 lands. Kijken hoeveel damage komt daar naar je toe. 10-9 komt jouw damage. 10 damage? Ja. Boom, 29. Nou, dan heb ik weer 2 mana erbij. 1, 2. Dan doe ik een Art of Equipment Junk Jet. Dat is een equipment. When Junk Jet enters the battlefield, create a junk token. En dan kan ik ook 3 betalen. Sacrifice another artifact. Double equipment creature's power until end of turn. Goed, ik heb nog 1 mana over. Betaal 1 forest. Dan doe ik Masterwork of Ingenuity. En die zegt, you may have Masterwork of Ingenuity enter the battlefield as a copy of any equipment on the battlefield. En ik copy een Pip-Boy. Dus dit is eigenlijk een tweede Pip-Boy. Jouw beurt, Adrian. Oké, untap. Upkeep, nix, draw a forest. Shit. Ja, ik moet op een of andere manier een board state opbouwen en dat lukt telkens niet helemaal. Dus misschien lukt het volgende beurt wel met deze kaart. Ik speel een Screeching Scorch Beast. Zo. 5-5 Flying Menace. Menace houdt in dat als je hem wil blokken, dan moet dat met minimaal 2 creatures. Whenever Screeching Scorch Beast, dus dat is echt een tongue twister, jongen. Screeching Scorch Beast attacks, each player gets 2 red counters. Whenever one or more non-land cards are milled, you may create that many 2-2 black zombie mutant creature tokens. Do this only once each turn. Had je eigenlijk al je eigen... Nee! Dus dat moet ik nog even doen eigenlijk. Dat is een Feral Ghoul. Gone. Nee, ik ga niet aanvallen. Ik pas in mijn beurt. Oké, nou ik denk... even kijken, eerst untappen. Upkeep, dat is de saga. Nee, dat is pas na je draw step. Ja. Is draw? Dus eerst een kaart en dan gaat deze direct naar chapter 2 en dan gaat het effect af. 2 life krijg ik erbij en ik mag er 2 scryen. Ik tap
deze allemaal. En ik speel de Robo Brain War Mind. En wat hij eigenlijk doet, Robo Brain War Mind's power is equal to the number of cards in your hand. En dan tel ik deze denk ik niet mee, hè? Ik heb 4 kaarten in mijn hand. Nee, die ligt nu op het veld. Dus zijn power is equal aan 4. Het is een 4-5 geworden. En ook een ander effect is dus, when Robo Brain War Mind enters the battlefield, you get an amount of energy equal to the number of artifact creatures your control. 2. Ja. 2 energy. En dat was mijn beurt. Dan gaan we eens even een paar lights afpakken. Een tap. Yes. Ik ga wel even kijken zo meteen wat het wel doet, maar dat gaat voor nu niet heel veel verschil maken. Nou ja, dan gaan we het even anders doen, want ik wil gewoon aan die White Soldiers komen, die nu zeker niet gebeurd zijn de afgelopen paar rondes, maar daar gaan we nu even iets anders doen. Ik heb namelijk deze hele mooie kaart, Keeper of Accord. Wat Keeper of Accord doet, at the beginning of each opponent's end step, dus voor iedereen, dat vind ik wel chill. Mm-hmm. Als die speler meer creatures heeft dan ik, create a 1-1 White Soldier. En dan, at the beginning of each opponent's end step, if that player controls more lands than you, you may search your library for a basic plane card and put it on the battlefield. En deze kaart die ik scry, die gaat ook gewoon weer terug, maar op. Maar goed, ik geef hem door aan jou. Mijn beurt. Ja. Ik ga untappen eerst, laat ik daarmee beginnen. En dan pak ik een kaartje. Ik heb red counters, yes. Dus ik ga eerst beginnen daarmee. Een landje. En, oh, Swift Boots. Oh, ja, is artifact. Man. Ja. Ja, ja, kut. Maar er gaat wel eentje af en ik krijg 1 leven minder. Ja. Je hebt een non-land kaart gemaild, dus ja. Ik krijg een zombie mutant. Ik speel 1 token. Sacrifice is artifact. Exile the top card of your library. You may play that card this turn. Activate only as a sorcery. Hey, deze exile ik. En ik ben even tapped. En ik ben even scry 1. Let's go do it. Huppakee. Scry 1. Ja. Oké, die laat ik wel even liggen. Oké, dan speel ik 1 mana, mijn groentje. Dan speel ik Explorer Scope. Het is een artifact equipment. Whenever equipped creature attacks, look at the top card of your library. If it's a land card, you may put it into your battlefield tapped. Die ga ik wel meteen attachen. Dan doe ik gewoon voor de vorm nog eentje. Dan speel ik ook nog Blood for the Edge. Oh, die was ook nog. Die was ook nog. Oké, wat ik even ga doen is, ik equip even alles. Oh jongens, ik heb geen overzicht meer. Het is een vervelend probleem te hebben als je zoveel kaarten hebt. Dat je... Prachtig. Dit is mooi, toch? Ja. The power of Ian. Dus hij heeft plus 18, plus 16. Ja. Oh. Nee, is die 18, 16 of krijgt hij? Hij krijgt plus 18, dus hij krijgt voor iedere equipment 2.2. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, dus dat is 14 al. 14 plus 2 plus 2. 16. Plus 2 plus 0. Dus 18, 16. 18, 16. Dus hij is een 20. 2017. Hij is pijnlijk, is wat hij is. Ik ga wel iets doen. Ik ga wel attacken. Oh nee. Ja, sorry Adrian. Ja. Ik ga je aanvallen. En ik heb een aantal dingen die triggeren. Yep. Ik trigger sowieso van Dogmeat. Een junk token. Ik heb 2 keer de Pitboy. Ik untap. Landjes. Dus al mijn landjes zijn untapped. Dan ja. Gaat hij door naar de rest van de commit. Ja, precies. De zombie. Ja. En dan hoop ik dat je geen shenanigans hebt. Nee. Dus, we gaan naar damage? We gaan naar damage. Lucky you. After commit main phase. Betaal ik al mijn landjes. Dan heb ik 5. Priston Garvey Minuteman. At the beginning of combat in your turn, create a green aura enchantment token named Settlement, attached up to 1 target land you control. It has enchant land, and enchant land has add 1 mana of any color. Dus dan worden mijn mana any color. Okay. Whenever Preston Garvey Minuteman attacks, untap each enchanted permanent you control. Dat was eigenlijk van mijn beurt. Ik untap. Ik heb niks om upkeep. Draw. Ik speel een Fetid Pools. Dat is een landje die je tapt voor blauw-zwart, maar die komt getapt in het spel. Hij heeft ook een cycling ability, dat wil zeggen dat ik voor 2 mana kan discarden en dan pak ik een kaart. Ja, zal ik ook maar eens wat bullshit gaan doen? Ja, bullshit. Ja, ik heb te lang gewacht. 6 mana. En dan speel ik ook een saga. Vault 12, The Necropolis. Each player gets 3 red counters. Oh, yo. Ja, ja, ja. Over bullshit gesproken, nee? Ja. Oké. Okay. Alsjeblieft, ik help jullie wel. Komt helemaal goed, ja. Hier, ik doe deze opzij wel. Ja, dat is echt zo. Top. Each player?
Each player, ja. Jij ook dus. Ja. Ja, dacht het niet, hè. Thanks. Als hij... Ja, ik heb veel te enthousiast, joh. Dus de tweede chapter is... Create X22 Black Zombie Mutant Creature Tokens... where X is the total number of red counters among players. Chapter 3 is namelijk... Put 2 plus 1 counters on each creature you control... that's a zombie or a mutant. Dan wil ik wel graag naar combat. Oh, wacht even, we hebben niet aan het einde van mijn beurt iets niet. Een kleine take-backsie aan het einde van Camille's beurt. Heb jij meer landjes? Ik heb er 5 had inderdaad. Ja. Dus jij mag een planes zoeken? Ja, specific? Planes. Ja. Ja, toch een planes. Ja, je mag een dat planes is een zoeken. Een basic white is dat. Dus dat moesten we nog even corrigeren. Sorry. Maar combat, Screeching Scourge Beast gaat rechtdoor. En Nightkin Ambusher gaat naar Julian. Dus deze gaat naar Camille, Nightkin Ambusher gaat naar Julian. Ik heb sowieso eerst een attack trigger voordat we überhaupt naar blocks gaan, want... Okay. Whenever Screeching Scourge Beach attacks, each player gets 2 red counters. Nee! Als jullie gewoon damage nemen nu... Dus dat is 1, 2, 3, 4, 5. Ja, jij neemt maar sowieso... Maar je zou eventueel nog steeds met deze kunnen blokken. Nee, ze blokken wel omdat je red counters hebt. Oh, ja, dus oké. 1, 2, 3, 4. Nou, ik wil een instant doen. Ik speel een instant. Tap target creature. If you control 3 or more artifacts. Die heb ik. 1, 2, 3. Exile target creature. En dan is deze gewoon geëxiled. En dan ben ik nu een beetje de lul, eigenlijk. Ja. Flink een beetje, ja. Want ik hoopte dus creatures te maken. Maar dat kan nu niet meer. Nee. En ik heb geen blokkers meer. Het is aan het eind van mijn beurt. Mag jij weer een plane zoeken? Ja. En dan geef ik de beurt alvast door. Liefde doen. Ja. Hoeveel moet ik er millen? 5? 5. Millen. Correct. Dus geen... Dit is een creature, moet naar mijn graveyard. Ja, we moeten even bijhouden hoeveel non-land kaarten zijn. Dus 1. Non-land. 2. 3. 4. Oh, ik ben zo blij dat je dit hebt gedaan. 5, oh mijn god, oké. Als je het 5 zombies had hij anders gekregen. Je verliest wel 5 leven, maar je bent wel gelijk van al je radiation af. Maar deze komen weer terug. Ja, dat gebeurt ook nu. Ja, ja dat vind ik wel dus gezellig. Dat is allemaal nu. Ja. Oh, deze gaat dan ook. Keizer terug. Onder op je library. Oh, en dan Nick Valentine. Nick Valentine, die komt ook terug. Ja. Wat ik dan nog ga doen is... Place your fortress spelen, zijn land. Maar hij komt niet te tapped in. Want het ding van deze kaart is dus... Als je een plains of een island hebt, dan is hij niet getapped. Ja. Ja. Dus dat is fijn. Dus wat ik nu dan ga doen is... Ik haal mijn commander voor het eerst naar het veld toe. Deze, deze en deze. Oké, dus dan komt de commander, die komt erin. En ik heb er nog 3 over, dus die tap ik eigenlijk allemaal. En wat ik dan doe, is Nerd Rage is een enchantment, enchant creature. Dus nou, sowieso wanneer deze kaart in het veld komt, mag ik 2 kaarten drawen. Dus dat is 1, 2. En wat hij nog meer doet, ik heb geen maximum hand size. En whenever this creature attacks, if you have 10 or more cards in your hand, it gets +10/+10. Until the end. Ik enchant hem op Nick Valentine. Yes. Ik geef mijn beurt aan Jordi. Oké, okay. Nou dan heb ik goed nieuws, want volgens mij heb jij nu 4 creatures. Dan komt er bij mij deze soldier. Oh, een soldier. Nice. Nice. Very nice. Nou, dan gaan we maar eens even... Red Radiation. 5 kaarten. 5 kaarten, Milan. We houden bij hoeveel non-land zijn. We hebben een land. Oké. Okay. Oh. We hebben... Een land. Een instant. Oh ja. Eén. Land. 5 lands. We hebben een creature. We hebben een land. We hebben een land. 2. 2 red kaarten gaan af. Ja, die verliest 2 leven. 3. En je verliest 2 deze. 1, 2. Dan heb ik een paar beurten geleden gezegd dat ik Captain of the Watch heel graag wilde spelen. Die heeft sowieso Vigilance. Hoeft hij dus niet te tappen wanneer hij aanvalt? Ja, dus dat is wel een plus. Mijn Soldier Creatures krijgen +1/+1 en hebben Vigilance. En als deze de Battlefield inkomt, komen er 3 White Soldiers bij. Dus ja, ik heb wat Soldiers. Ik wil heel graag naar combat gaan. Ja, ik heb natuurlijk iemand die mensen kan enlisten en meenemen. Vind ik interessant. En er gebeuren straks hier ook nog wel wat mooie dingen. Dus ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om mijn keeper gewoon sowieso mee te laten gaan. Die komt dan gewoon sowieso buurten. Ja, die moet je tappen inderdaad. Dan is die geënlist. Ja, er gebeurt natuurlijk naast mij al, zeg maar sinds... Ja, een beetje in het begin van het spel gebeurt er hier best wel veel dingen. Dus ik zou het op zich wel een goed plan vinden om daar iets aan te veranderen. Oké, kom maar. Kom maar door, Jordi. Kom maar. Dat doen we gewoon met liefde. Dus komt er.
gezellig bij jou kijken. Je hebt sowieso een paar triggers, want je hebt iets geënlist. Hij is nu 4 power, dus hij krijgt double strike. En je mag een kaart pakken omdat hij 4 power heeft. En dan heb je nog de Caesar trigger. Dus dan mag je een creature sacrificen. Yes. En daar heb ik natuurlijk hier een paar mooie voor liggen. Dus daar gaat er eentje van verdwijnen. Komen er 2 voor terug. Oké. Die komen zo binnen. Die komen tapped en attacking binnen. En die gaan wiens kant op? En die... Nou, als je het voorstelt, komen ze bij jou. Prima. Ja. En dan heb je ook nog 1 modus van toxie. Ja, zeker. Want de kaart deelt ook damage voor een number of creature tokens die ik heb. Ja, en dan gaan die naar jou toe. Boom. 17. Iedereen boos gemaakt in 1 ronde, zeg maar. Ja. Maar... Je maakt geen vrienden, Jordi. Het enige wat nu rest is een 4-4 double strike die je kant op komt. Ik blok hem met Dogmeat. Yep. Dus mijn Dogmeat gaat dood. Yep. Ja. Ik kom even. Dank je. Ja. Beurt, hoor. Lekker. Yes, dus dan hebben we comment aan het gehad. Ik nog eens een keer volgens mij iedereen boos gemaakt ondertussen. Maar daar ga ik hierna mee dealen, denk ik. Ik vraag me af of ik 4 damage heb gepakt eigenlijk. Oeh. Nee. Yes, dus dan hebben we comment aan het gehad. Ik nog eens een keer volgens mij iedereen boos gemaakt ondertussen. Maar daar ga ik hierna mee dealen, denk ik. Ik vraag me af of ik 4 damage heb gepakt eigenlijk. Oeh. Nee. 3, 4. Excuus. Heb ik een landje wat ik net afpakte? Want ik heb in mijn ding hiervoor geen landje gebruikt. Maar wat ik er eigenlijk mee wil doen is deze medkit het spel aanbrengen. Daar kan ik een paar dingen mee doen. Ik kan een kaart drawen, ik kan een ding met voetokers doen. Maar wat ik het liefst eigenlijk zou willen is dit mooie dingetje. Vernietigen, dan moet ik ook de kaart weer voor sacrificen. Maar eerst geef ik dan een beurt aan jou, door. Oké. Ik een tap. Ik pak een kaartje. Oké, ik heb radiation counters. Let's go. Ik heb 6, ik dus let's bij. Go. 1, huppakee. Niet. Holy shit. Niet. 2, hè? Niet. Oeh. Shit. 2 eraf. Ja, 2 eraf. En 2 damage. Yes. Dus dan krijg je 5 zombies zometeen. Ik zeg dat nou niet. Ik krijg... Als alles goed gaat. Als alles goed gaat, krijg ik 10 zombies. Ik speel een landje. Dan doe ik even eentje sacrifice. Ja, wacht. Oké, nee. Je kan niet zeg maar dat landje spelen en niet zeggen wat hij doet. Je kan niet. Oké, komt ie, hè? Ik speel Rogue's Passage. Dat is 1 gewoon voor een generic mana. Kan ik tappen? Of ik kan 4 betalen en tappen. Target creature can't be blocked this turn. I'll let it sink in. Ja, ik moest hem even zo van, je kan niet Rogue Special spelen met dit en dan gewoon niet even zeggen van, yo, dit is het landje. Ik speel zomaar een landje. Nee, je speelt letterlijk het landje. Wat het spel jou gaat winnen, zeg maar. Ja. Oké, goed. Dan gaan we door. I'm in danger. Ja, ik bedoel, ik heb sowieso geen blokkers. Jullie zijn nu ook in danger. Ik was eerst de enige die in danger was. Ja, nu zijn we allemaal in danger. Ik tap in. 1 junk. Ik sacrifice 1 junk. Exile the top card of your library. You may play that card this turn. Wildgrowth, exotic. Enchanted land. Whenever enchanted land is tapped for mana, it controller adds an additional mana. Ik ga deze meteen ook spelen. Voor 1 groene mana. Ja, deze. Okay. Nice. Wildgrowth in the mountain. Ik ga een junk token nog een keer doen. Tap it en eentje sacrificen. En we gaan even kijken. We exilen Rancor. Oh. Rancor, ja. Rancor, ja. Ja, dat is wel een hele mooie. Ja, Enchant creature get plus 2, but it has trample. Kijk, jij kan sowieso niet iemand uit het spel jeeten, want je hebt nog ook dat je een artifact kan sacrificen om zijn power te verdubbelen. Ja, dus ik kan hem dan wel ook meteen doorlaten. Ja. Ik heb wel zo meteen iets wat je gaat helpen ook. Wat? Wat? Dat ga je jezelf ook winnen of niet? Of ben je gewoon om chaos uit te delen of zo? Ja, ik heb zo meteen chaos, maar daar gaat Camille denk ik het meest geholpen mee worden. Maar waarom? Jij maakt mij zo in de war. Daarna mag je me vermoorden. It's what is happening. Ga ik denk toch niet meer doen. Ik tap een landje voor deze betalen. Ja. Die komt er onderop, hè? Die komt er creatie. Hoppakee. Ja. Rancor, hoppakee. I am the reckless is I am the unstoppable. Ja, maar echt. En wat ik ga doen... En we gaan gewoon... We choose violence vandaag. Ja, ik merk het. Ik bedank voor. Ik betaalde 3. Ja.
form and I sacrifice an artifact. Dus ik sacrifice één junk token. Dan verdubbelt mijn power. Dat wordt dus 48. Mm-hmm. Dan kan ik meteen ook untap two lands in. Dat doe ik 2 keer. Ja, dus je declaart hem al als attacker. Ik declare mijn attacker aan Jordi. Oké. Okay. Oh, nee, verrassend. Hij is nu 48, is hij nu? 48. Dan untap ik al mijn land, want ik mag 4 land untappen. En dan doe ik nog een keer mijn ability. Dus even kijken, 1, 2, 3. Voor deze artifact again. En dan moet deze dus weg. Dan heb ik geen junk tokens meer. Je hebt trouwens, wat ik vorige keer vergeten waren, is die Explorer Scope trigger. Je mag naar de bovenste kaart van je library kijken. En dan als de landjes komt die in het veld tapt. Ja, zijn we vorige keer. Dat is de attack trigger, dus dat gaat dat ook nog. Ook. Dus het kijken even op. Geen land. Gaat hij dan terug? En dan gaat hij terug. Terug, ja. Oeh, dat is trouwens wel leuk. dus dat is het laatste wat ik wilde horen. 48. 96 damage. Met trample. Hey, ja, trample. Oh, Jordi kwam net op gang en het was gewoon, ja, die Ian the Reckless. Eén mooi rondje gewoon. Die Ian the Reckless bleef zo lang liggen. Ja, nee, ja, ik kan blokken wat ik wil, maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Dus well played. Was het the end of me? Dat is ook echt een groot getal, wat gewoon in één keer zo. Min 100. Nu komt er een soort balkje voor mijn ogen zo. Helaas, Jordi. KO. Oef. Dat is het einde van mijn beurt. Uit. Untap. Wie gaat er winnen? Draw. Dan heb ik 2 effecten, namelijk dat deze 1 level omhoog gaat en dat ik iets met radiation doe. Maar ik ga eerst naar saga nummer 2. En dat betekent dat ik 7 zombie mutants maak. Ja, maakt allemaal niet uit. Ik maak 7 zombie mutants. En dan ga ik even 5 millen. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Dus dat is 3 non-lands. Oké, 3 non-lands, dus het is 3 omlaag en 3 omlaag. Ik speel een forest. Oh! Hey Julian. Ja. Hoeveel damage? Ik weet niet. Nee, luister. Nee. Ik weet oprecht niet of je te vertrouwen bent. Maar ik wil wel het volgende met je bespreken. Oké, ja? Oké. Stel hè, ja? In theorie, als ik deze weg zou halen, waardoor zijn creature geen hexproof meer heeft, kan je dan zijn creature removen? Nee, kan ik niet. Waarom niet? Waarom kan omdat je? Ik heb niet zo'n kaart om dat te doen. Ik kan hem niet removen. Die hebben we net gebruikt voor jouw kaart. Helaas. En ik heb me gewoon gehonored, hè, aan Jordi's aan de deal. Er gebeurden wel hele andere dingen ondertussen. Dat jullie het weten. Wacht, ja. Sure. Sure, Julian. Zeker. Sure. Ik ga namelijk Casualties of War spelen. Oh, en daarom, nee. En daarom riep oh, nee. Ik, ja, en daarom riep ik al heel lang van, ik mis een groen. En wat doet hij? A lot of stuff. deze en deze. Choose one or more. Destroy target artifact, destroy target creature, destroy target enchantment, destroy target land, destroy target planeswalker. Als ik wil kan ik alles kiezen. Goed, er is geen planeswalker, maar er zijn zeker wel artifacts, creatures, enchantments en lands. Wat ik sowieso ga doen, ja, gaat toch wel het een en ander weg hoor. Want qua artifact, ik doe de jet, junk jet. Junk jet. Creature, ik denk Nick Valentine. Oké, ik krijg wel een clue dan. Ja, klopt. Dus dat is dat. Enchantment doe ik de strongback. En land. Oh! Yeah, I know, the rogue's passage. Be gone! Dus nu is die in ieder geval een stukje kleiner. Level the playing field een beetje. Ja, dit opent een window dat ik eventueel ergens in een soort van hele niche ding kans heb of zo. En dan val ik je ook aan voor 4. Unblockable, want red counters. Passeer de beurt. Oké, untap. Ja. En ik speel Open the Vault. Return all artifacts and enchantment cards from the graveyard to the battlefield. Ik wil naar huis. Bij mij komt Junkjet weer terug. Oh ja, leuk, ja. Junkjet komt weer terug. Oké. Swiftboot komt in het spel. Ja. Equip creature has hexproof and haste. Ik heb Strongback komt back in het spel. Ja. En hoe het werkt met de enchantments is, die mag je gelijk... Moet je gelijk intenten. Moet je inderdaad een target voor kiezen. Dat is een beetje alles wat jij probeert te voorkomen in de voorgrond. Die gaat weer naar Mariah Reckless. Huppakee. Ja, oké. Okay. Terug bij af, zeg maar. Zo. Ja, met alle respect, maar...
Oh, sorry. Sorry. Hij kan ons ook niet blokken, dat is wel belangrijk. Fair misschien. Point. Ja. Fair point. Okay. En ik krijg pre-formal mana value 3. Form your graveyard to the battlefield and attach pre-war formal to naam, it. Ja. Kan alleen die verbazing op jouw gezicht alleen al, zeg maar, dus kon dat hij de deed. Ja, ik hoop echt dat je een plan hebt. Want... ik hoop het ook. Dat is niet wat ik wil horen nu. Ik heb twee opties. The chaotic man. Oké, ik heb een pre-war formalware. Die haalt de Purestine Paladin terug. Deze wordt er meteen aan getatcht. Maar whenever equipment enters the battlefield under your control, I may draw a card. Ja. En dan gaat jouw dingen. Yes. Ja. Nou, laten we eens even categoriseren wat überhaupt iets doet als ze in de battlefield komen. Deze niet, deze niet. Deze wel, deze wel, deze wel, deze niet, deze trouwens wel. Want alles komt namelijk tegelijkertijd in de battlefield. En de Pridwin, die ziet alles in de battlefield komen. Dus die zegt namelijk, whenever another non-token artifact enters the battlefield under your control, create a 2-2 white human knight creature token. Oh, fucking, yeah. Dus jij krijgt nu 1, 2, 3, 4. 4 van die knights. Ja. Dan heb je Nerd Rage. Dan pak je 2 kaarten. Vanwege Nerd Rage. Ik hoop je er even bij, komt helemaal goed. Ja, 2 kaarten. Ik ben het ook kwijt. En ik gok dat je deze op Nick Valentine gaat equippen, want die is nog steeds unblockable. Ja. En dan heb je 2 saga's. Nou, die ene saga komt dus weer terug, dat je voor elke speler een target enchantment of creature mag exilen. Totdat Vault 13 de battlefield leeft. Ja. Dus ja, mijn advies is Strongback. Maar die wordt... Je kan ook iets aan deze doen bijvoorbeeld. Ja, de Trample is denk ik beter, want daardoor ga ik dood. Dat is wel waar. Dat is wel waar. Misschien dan toch Trample. Ja, ik denk dat want dat het Strongback moet ik nog een actie voor ondernemen. Ja, ja, true. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Oké, okay, Rancor had gone. Ik ga het hieronder. Bij mij, je kan mijn enchantment weghalen. Als die weer terug in de battlefield komt, dan gaat die weer opnieuw af. Ik haal je enchantment wel weg, maar misschien overleef je dat niet. Ja, true. Dus die gaat weg. En dan kan je nog iets bij jezelf kiezen. Want als deze namelijk uit het veld gaat, komen 2 dingen daarvan terug in de battlefield. Dus als je nog iets bij jezelf doet... Deze bestaat trouwens helemaal niet, want jij bent weg als speler. Oh ja. Dus die is gewoon, die is gewoon gone. Ja. Waren we even vergeten. Je kan zo'n human token weghalen. Oh ja, dan doe ik die. Die komt dan gewoon nooit. Die is gewoon gone, ja. Ja. Oké, okay, en een stun counter on a creature. Doe maar Preston. Die wordt Preston en een stun counter. En laat het zo doen. Stun counter. En jij krijgt 2 energy. Dus ik krijg 2 energy. Dat is 4 energy. Nou, ik tap deze. En ik pak een kaart. Ja, dus dan ga je 3 energy gebruiken daarvoor. Ja. Oké. Okay. Nee, dit was het. Oké. Okay. Dit was het, ja. Ik dacht, je kan hem dood maken of zo, maar nee. Okay. Nee, dit was het. Dit was mijn beurt. Oké. Let's go. Kill me. Make it fast. Ik untap. Spannend. Ik pak een kaartje. Ik heb 2 red counters, daar ga ik even mee beginnen. Ja, daar moet ook nog iets mee gebeuren, ja. Ik doe eentje, dat is er al 1. En 2. Oh, Bobblehead! Oh. Maar mijn red counters gaan wel weg. Ja. Gelukkig. Ik heb natuurlijk mijn aura. Dus ik ga deze allemaal equippen. Ja, die kopjes van die axe, hè? Dit is de dubbele axe. En ik ga ook... Deze. Ik wil niet zeggen dat jij dit veroorzaakt hebt. Maar het is wel een beetje zo, ja. Ik ga ook deze equippen. Okay, deze re-equip ik, dat mag ook, hè? Ja, dat kan. Hij heeft 3, dus ik mag hem weer equippen. Vigilance en per se, ja, joh. We hebben een spreadsheet nodig om eruit te rekenen wat hier... Oké, nu moet ik even weten wat hier gebeurt. Voor each enchantment of equipment krijgt hij +2/+2. Dus ik heb hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dus dat was 20... Grote dobbelsteen. Hij krijgt 20-20. Sowieso 20-20. Dan heeft hij nog wat andere bonussen. Namelijk... Ja. 1 keer +2/+2 van deze. Ja. 1 keer +2/+2 van deze. Dus dat is 24. Dan krijgt hij 2 keer +2/+0. Dus dan krijgt hij... 4-0 erbij. En... Dat is het volgens mij wel. Dat is het. Ja. Dus hij krijgt +24/+24. Ja. En nog eens +4%, dus +28/+24. Ja, +28/+24. Oké, okay, power toughness. Oké.
Dan, maar dan, is, dan heeft hij nog 2-1 van zichzelf. Dus het is nu nog steeds een 30-25. Oké, ik doe dit. Ik betaal hier 1, 2, 3, 4, 5. Deze, een van deze, die wordt hiervoor betaald. Ik speel de Backhorner Ranger. Dat is een 2-5 Human Ranger. Hij heeft Vigilance, hij heeft 1 ability. Dus je kan tappen voor an amount of green mana equal to the greatest power among creatures you control. En de andere is... Hij tapt voor 30 groen of zo. Ja, ik kan 30 groen tappen. Sick. Ik kan hem ook sacrificen and I gain life equal to the greatest toughness among other creatures I control. Ik ga gewoon aanvallen. Ik ga jou aanvallen. Ik heb wat attack triggers, dat gaat er gebeuren. Ja. Ik untap 2 landjes en ik doe draw a card en discard a card. Oké. Okay. Dus ik draw a card, discard a card. Mm-hmm. En dan... Mag je nog naar de bovenste kaart van de library kijken en als de landjes komt die in het spel? Is niet... Ja, dus ik blok met 1. Sorry. Is dan 6. Yes. Oké, okay. Second main phase is ik sacrifice him. Mm-hmm. Dus dan krijg ik life equal to my toughness. 25 leven. Nou. Oh my god. 39 leven. Dan betaal ik 3. Voor Behemoth Sledge. Want die kan ik niet eerder spelen dan dat. Equipped creature gets perceptive and has trample and lifelink. Dus die doe ik er. En lifelink. Ik heb geen kaarten meer in mijn hand. Dat is fantastisch. Vervelend. Einde van de ronde. Ik ga naar mijn beurt. En ik hou deze gewoon, laten we deze hier houden. Dan weten we in ieder geval wat die is. Temple of Malady. Try one. Onderop. Wat ik eerst ga doen is ik ga mijn commander spelen. Dan is die er weer. Echt iedereen weer. Even kijken. Als tu 1. En ik zelf ook eentje. En wat ik dan nog wil spelen... is een Branching Evolution. Die zegt, if one or more plus one plus one counters will be put on a creature you control, twice that many are put on that creature instead. Het voordeel is dat je niet kan blokken, dus ik val je deze, met deze aan voor 4 damage. Oh! Pak aanschaf uit! Hij heeft er nog maar 35. Ik passeer de beurt. Oké, untap, draw. En dan... je red counters en je vault shenanigans. Oké, dus nu scryen. Eerst 2 leven erbij. 1, 2. Die laat ik doen. Oké. Die is dan omhoog gaan. Dan heb je je vault. Dan mag je weer een creature tappen en een stun counter geven. Maar ja, deze kan je niet tappen. Dus misschien een Mothman of zo, als je dat heel graag doet. De Mothman. Ja, dat horen we niet. Goed. Dat is ook mijn suggestie hoor, maar deze heeft echt, die doet ook niks. Dus. Je bent slachtoffer van mijn chaos, volgens mij. Kom je erbij? We hebben nog je radiation, dus die kaart die je bovenop hebt gelaten, die ben je kwijt. Oh ja, oké. Dat was Lightning Greaves. Oh, Lightning Greaves. Nou, oké. Dan mag ik een counter op een creature doen. Maar dat worden 2 counters, maar dat worden 4 counters. Oh, nice! Ik tap deze. Dat is de Glimmer of Genius. Scry 2, then draw 2 cards. You gain 2 energy. En je kreeg ook nog eens 2 energy hiervan, dus je hebt, zit nu op totaal 5 energy. Ik zit op 5 energy, dus eerst mag ik er 2 scryen. Ja, dat is niet interessant. Draw 2. 1, 2. Hoeveel kaart heb je nu op hand? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En wat ik dan nog kan doen, is deze allemaal tappen. 1, 2. En die sacrifice dan ook? Die sacrifice ik ook gelijk. Ja. En dan mag ik weer 2 kaarten pakken. Dus dan heb je 9 kaarten. 1, 2. En ik mag deze nog een keer tappen en dan 3 energy betalen. Dus dan gaat hij naar 2 energy. Nee. En dan mag ik weer een kaart trekken. En dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kaarten. Dan heb ik 10 kaarten in mijn hand. Ja. En dan wordt het interessant, denk ik. Want dan is mijn Nick Valentine is een 12-12. Unblockable. In ieder geval kan alleen maar geblokt worden de artifact creatures. Nou ja, dat zit wel goed. Dus ik crew hem inderdaad eerst met... Ik zo'n Human Knight of zo? Ja, met een van de Human Knights. Dus die wordt... Blijft hij dan nog op 3? Die is, alleen 2 zijn ongetapt en eentje getapt. Dus moet je nog even een token pakken die... Deze is getapt. Yes, dus dan crew je Pridwin. Crew met Pridwin en dan tap ik deze. Elke artifact feature krijgt dan een counter. Plus 1. Oh mijn god. Een plus 1 plus 1 counter? Ja. Nice. Dat zijn allemaal artifact creatures. Deze.
Oké, nou de Pritwin die valt aan. Op jou, die kan je niet blokken. Dat is een flying? Ja, dat is flying. De Nick Valentine die valt aan, dat is een 12-12 geworden. Ja, dat is 13-13. Dus je 20 damage inderdaad. Je krijgt 20 damage. 20 damage, nou. Dat is best goed hoor. Netjes, yeah. Dan sta je op 15 weer. Jezus, wat een potje zeg. Ik heb echt te doen met diegene die dit moet editen. Ja, dit was het. Ik geef mijn beurt door. Who's two opposable thumbs and gotta edit this shit. Oké. Komt-ie. Hier ga ik. Ik untap. Ik pak een kaartje. Oké, ik moet radiation. Radiation, ja. Oké. Ik krijg je zeven. Ik ook niet. Dat klopt niet goed. Ik doe dit. Well rested. Ooh, get wrecked, 1 damage, boom! This changes everything. Ik betaal 2 mana. Ik speel Silver Shroud Costume. En wat is dit? Dit is een artifact equipment. En die heeft flash. When Silver Shroud Costume enters the battlefield, attach it to target creature you control. That creature gains Shroud until end of turn. Shroud is hetzelfde als Hexproof. Alleen kan, jij hem kan ik hem ook niet meer targeten. Equipped creature can't be blocked. Die pakte je dus net. Die pakte ik net. Nee! Dus hij equipped hier. Ik zal hem even voor de vorm deze vleugels erbij ik maken. Ik ben zelf ook één ding vergeten trouwens. Ik mocht weer counters verdelen. Dus ik doe er ook weer 4 op deze vriend. Zo. Oké, dus nog een keer 2 erbij. Ja. En kan gewoon niet geblokt worden. Nee. Dit is het moment waarop ik mijn puppy-oogjes doe. Ik ga jou uitspreken. Ja, mijn puppy-oogjes waren niet convincing genoeg. Nee, Adrian, ik ga jou aanvallen met In the Reckless. Oké. Daar komt dus 36 damage jouw kant op. Ja, jij krijgt 36 levens. En ik krijg 36 levens erbij. Nee. Dus je staat op 50. Ik sta op 50. 50! Je doet het zelf. Maar, ja. Ik ben gone Aroni. Nice. Maar well played. Ja, Julian. Oké, Julian, kom maar op. Deze, die gaat naar 3. Ja. En dit speel komt terug. Dus Rancor, die komt terug. Nou, hier. Nog plus 2 erbij, hier. Nog 18. Ja. En nog een keer trample. En double trample, I guess. Ik heb geen ruimte meer. Deze kan misschien interessant zijn, want die zegt namelijk... Pay any amount of energy. If you paid one or more energy this way, shuffle your library, then exile that many cards from the top. You may play one of those cards without paying its mana cost. Mm-hmm. Omdat ik zoveel geluk heb gehad in het potje, ga ik voor je shuffelen. betaal je 2 energy? Ja, dat moet je wel doen. Ja, ik moet wel. Dit is toch mijn laatste beurt. Oké, en ik mag er 2 bekijken? 2 die worden ge-exiled, als ik me niet vergis. Ja, exiled, dus die zien we allemaal. Okay. Dus bovenste 2 en 1 van de 2. Leuk, maar is niet genoeg. En een landje. Oh. Whirler ook is leuk. Die zegt, als die in de battlefield komt, creëer je 2 topters die 1-1 zijn. En je kan 2 artifacts tappen om een creature unblockable te maken. Ja, nee, niet... ik bedoel, je gaat hem waarschijnlijk wel spelen, dus je maakt die topters. Dus die... dus dat kan wel, I guess. Ja, ik heb wel deze, maar ik weet niet wat dat... of dat gaat helpen. So, world changing. Even lezen. Enchanted Bone, even... Oh, een enchanted mij. Dit zou een antwoord kunnen zijn. Oh, dat is echt hilarisch. Ja toch? Volgens mij wel. Oh, dit is misschien je window. Overencumbered. Enchant opponent. When overencumbered enters the battlefield, enchanted opponent creates... Nou, je krijgt een aantal tokens erbij. Ja, je krijgt een clue, food en een junk. Dit is thematisch geniaal. Heel leuk gedaan. Je bent overencumbered, want die kaart zegt verder. At the beginning of combat on an enchanted opponent's turn, die voor jou dus... That player may pay 1 for each artifact they control. If they don't, creatures can't attack this combat. Oh, fuck. For each, dan kan ik dus niet aanvallen. Oh. Nee, ik weet niet hoeveel artifact je hebt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je moet 15 betalen, anders kan je niet aanvallen. En dat kan niet, toch? Of ik moet enchanten. Over Encumbered is echt de meest thematisch perfecte kaart. Maar hij past ook heel leuk naast de Strongback. Je hebt een artifact spel gecast, dus je krijgt wel een energy erbij. Oh ja, een energy erbij. Dus ik tap deze wel weer. Ja, dus je maakt eerst een creature van. Dus dan tap je weer die knight. Ja. En dan crew je hem, wordt het een creature. Krijgt elke artifact creature een counter.
Je kan best wel damage doen eigenlijk. Ja, toch? Want als je dit is ook een artefact, die kan je ervoor tappen. En je kunt ook deze tappen. Dan maak je deze unblockable. En dan val je gewoon met die drie aan. 34. 34 damage. Oh, de volgende is, die ben ik dood. Als ik dit niet kan betalen. Yep. Ik kan dit niet blokken, toch? Is er iets wat... Nee, je kan niks blokken. Unblockable en flying. Oké, dus 34. Shit, 34, dat is... Gaat Julian dat binnen? Is, dat is... 34, 16. Absolute mad lad. No, no. Misschien heb jij de epische draw dat jij een enchantment kan destroyen of zoiets. Het kan nog, the dream is still alive. Oké, untap, nu gaan we. Je hebt nog die junk, dus die kan je ook sacken. Nee? Een landje, oké. Ja, laatste hoop. Ik sacrifice die artefact. Ja, eerst die junk en dan heb je ook nog eens je clue. Ja, nee, daar heb ik niets van. Nee. Ja, dat is je laatste hoop. Die clue sack en hopen dat je een removal pakt voor je enchantment. Dit, removal twee zijn dit. Ja. Sacrifice it. Wat moet ik, een draw card? Die draw card. Ja, ik heb hier niets van aan, denk ik. Ik kan niks doen. Want ik kan niks spelen. Dus ik kan je niet aanvallen. De beurt, Ja, holy shit. Untap. Nou ja, die enchantments die zijn al weg. Die zijn al weg, ja. Draw. Just kill me quickly, oké? Doe eerst dit trouwens. Eer tappen. Ja. Dan worden ze nog ietsje sterker. Dus ze krijgen plus... Why not? Dus ze krijgen plus 3. Dat is plus 15. Ja. Plus 15 en dit is 1, 2, 11 plus... het maakt niet zoveel meer dan genoeg. Het enige wat je hoeft te doen is nog twee artefacts te tappen om deze een blockbot te maken met de ability van Whirler. Ja, dus één artefact. Eerst Julian. Ja. En twee, dit zijn token artefacts. Token artefacts, ja. Die doen het ook. Tappen en aanvallen en... Ja, holy shit. Nice. Holy shit. Well played. 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 Ja, dat was bizarder dan dit. Moet bijkomen hiervan. Maar echt, hè? Gaat het niet wat worden, is denk dit? Ik. Dit was pure chaos. Dit was insane potje. Het zijn gewoon pre-cons. Het zijn gewoon decks die letterlijk uit de doos komen. Ja, echt bizar. Het is echt... Je kan het ook gewoon niet voorspellen hoe het potje gaat, lopen. Want ik dacht en helemaal niet als iemand als Julian aan tafel zit. Ja, dan weet je pure chaos. Ja. Het gooit even het hele spel om, oké, in één keer. Het was echt sick. Ik hoop dat jullie thuis ook een superleuke pot vonden. Als je benieuwd bent naar deze decks, check even de link in de beschrijving. Dan kan je ze ook vinden. Dan zie je ook de hele decklist en alles. En dan... Nou, als je ze leuk vindt en je denkt ik wil ze ook hebben, kan je checken of je ze wil halen. Hopelijk zijn ze nog beschikbaar, want mij gaan ze als hete broodjes over de toonbank. Ja, echt wel. Maar het zijn echt onwijs leuke decks, ook heel erg in theme. Ja, die overencumbered. Holy shit. Ja. Iets meer in theme, dat kan gewoon niet. Nee, Camille die alles, de character gewoon helemaal overload met artifacts en equipment. Je back was strong, but not strong enough. Not strong enough. Backfired. Yeah. Backfired. 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 Als je het een leuke aflevering vond, laat dan even een likeje achter. Doe een commentje en al die YouTube dingen. Helpt met het algoritme en dergelijke. En... ja, dat eigenlijk. Join ook onze Discord. Staat in de beschrijving. Wij praten daar de hele dag over Magic en dergelijke. En vanuit de Mana Burners Guild organiseren we ook vrijwel elke maand een evenement. Waar we gewoon lekker bij elkaar komen en potjes commanden met elkaar spelen. Dus als dat tof in de oren klinkt, check dat dan sowieso. Ja, voor nu wil ik jullie heel graag bedanken voor het kijken naar deze aflevering. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het spelen. Dat was echt een insane pot. Dat was echt gek. Maar ja, echt, jij bedankt voor het guiden van ons. Ja, natuurlijk. Maar het was echt heel leuk. Ja, het was echt top. Heel leuk. Het was genieten. Dus thanks nogmaals. Thanks aan jullie. Thanks aan iedereen thuis. En tot de volgende keer. Yes. Later. Hoi.